Wat is het winnende idee om jouw reis met NS te verbeteren? We zijn bij een fluitcursus voor toekomstige conducteurs. En wat doet de minister van Financiën bij NS? Wij vroegen het hem. Dit is NS Weekly. Hoi en leuk dat je kijkt. Duizenden ideeën kwamen binnen. Deze week maakt reizigersvereniging Rover bekend welke verbetering voor reizigers daadwerkelijk door NS wordt uitgevoerd. En voor het winnende idee is maar liefst 1,5 miljoen beschikbaar. Ja, er zijn meer dan 6000 ideeën ingestuurd voor de prijsvraag. En dat zegt dat het openbaar vervoer en de trein leeft in Nederland. Als jury hebben we gelet op originaliteit, maakbaarheid en of het binnen budget paste. En het moet echt heel tof zijn voor de reiziger. Het moet een probleem voor die reiziger oplossen. Ontzettend leuk. Ik heb begrepen dat er 6300 inzendingen waren. En om daaruit gekozen te worden is natuurlijk heel eervol. Ik heb een community platform bedacht. Een app waarop reizigers zelf kunnen aangeven met welke trein ze rijden. Om ook andere reizigers in zo'nzelfde trein te ontmoeten. Dus eigenlijk om het sociaal contact in de trein, tijdens de treinreis, met elkaar te verbeteren. Nou, wat nu gaat gebeuren is dat de winnaar bij NS op bezoek gaat. Om samen een uitwerking te geven aan dit idee. Dus als het goed is zien we dit jaar dit idee ook echt buiten als treinreiziger en blijven we het de jaren daarna ook gewoon zien en wordt het alleen nog maar beter en nog gezelliger in de trein. Straks in NS Weekly. Hij beheert de staatskas en deze week was hij bij NS. Wij vroegen minister Van Weijenberg waarom. Maar eerst, omroepen, fluiten en omgaan met reizigers. Deze week konden geïnteresseerden ervaren hoe het is om te werken als conducteur. De dag ziet eruit dat we een presentatie geven over de inhoudelijke functie van de conducteur. Ook een presentatie over de leerweg. We geven een gedeelte van hoe de sollicitatieprocedure eruit ziet. En vanmiddag gaan we ook nog praktijkonderdelen doen waarin ze kunnen oefenen met omroepen, de deuren open en dicht doen en met de trainingsacteur. Ja, ik vond het superleuk om in de rol van een conducteur te duiken. Het voelde heerlijk aan. Het leek net of ik al conducteur was. Ik heb niet alleen jong talent gezien, ik heb ook oud talent gezien. Want bij de NS zijn we heel divers. We nemen mensen van alle soorten, kleuren en maten aan. Er zijn echt wel een paar mensen waarvan ik denk van, oh, ik denk dat het wel bij je past. Maar we zoeken niet alleen jonge mensen. We nemen ook echt mensen van boven de 50 aan. Dus ook die mensen wil ik aanraden om eens een kijkje te nemen op onze werkenbijns.nl. Ik vond het een informatieve dag. Ik denk dat het me ook wel over de streep getrokken heeft om toch te gaan solliciteren. En dan over naar de weg. Jawel, want Rijkswaterstaat werkt zoals je hier kunt zien flink aan de belangrijkste toegangsweg van de stad Groningen, de zuidelijke Ringweg. En daarom geldt de komende maanden daar de oproep om de auto te laten staan. Dus welkom bij ons. Wij brengen je natuurlijk graag met de trein naar de Parel van het Noorden. En leuk om te melden, sinds dit jaar kan dat ook vaker. Wij vertrekken vanuit Assenweer 6 keer per uur. En dan werpen we een blik op komende week, want ProRail werkt op verschillende plekken aan het spoor, bijvoorbeeld tussen Zwolle en Nunspeet. Hou daar dus rekening met extra reistijd. En plan sowieso voor vertrek je reis in onze app. En dan, ken je deze man? Dit is Steven van Weijenberg. Misschien ken je hem niet, maar hij is toch echt minister van Financiën. En deze week bracht hij een werkbezoek aan NS. Ja, ik ben minister van Financiën en wij zijn de aandeelhouder van de NS. En ja, dan vind ik het ook heel leuk om vandaag samen te komen kijken, samen met Wouter Koolmees, naar dit prachtige bedrijf. Nou, ik heb twee indrukken. Om te beginnen natuurlijk een prachtig bedrijf met heel veel medewerkers die daar vol passie werken. Echt met elkaar dat bedrijf maken. En tegelijkertijd ook wel zorgen, bijvoorbeeld over de veiligheid en de agressie. En hoe we nou kunnen zorgen dat er bijvoorbeeld genoeg ondersteuning is, ook voor conducteurs en machinisten. En dat de mensen van de veiligheid ook hun werk kunnen doen. En ik vond het indrukwekkend om die persoonlijke verhalen te horen. Nou, dat we toch echt heel trots mogen zijn op de Nederlandse spoorwegen. Een prachtig bedrijf. En ik weet, als er vertraging is, dan staat dat altijd in de krant. Maar dan gaat die nog veel meer wel goed. En dat er heel veel mensen gelukkig ook bij de NS willen werken. Want dat is een groot tekort aan mensen. In de techniek, voor de conducteurs, daar wordt heel hard aan gewerkt. Maar ja, zonder mensen rijden ook de treinen niet. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Volgende week zijn wij er weer. Tot dan. Hoi.